De Bond van Leraren BVL heeft vandaag bij monden van haar voorzitter Wilgo Valies acties aangekondigd voor maandag 1 oktober, de eerste schooldag. Carla Boetius zal nu een live telefonisch gesprek hebben met BVL-voorzitter Valies. Meneer Valies, we horen dat de BVL als acties heeft aangekondigd voor maandag. Is dat zo? Ja, dat klopt helemaal. U begrijpt dat de samenleving gaat zeggen, weer acties? Wat doet die Valies nu? Ja, ik denk dat we de gemeenschap duidelijk moeten maken dat de aanleiding voor het voeren van actie ligt volledig ligt aan de minister van Onderwijs. We hebben de afgelopen periode op een goede manier geprobeerd om te communiceren met deze minister. Op een goede manier afspraken te maken. En wat we dus nu merken is dat die minister eigenlijk een gesprek of overleg met de beide vakorganisaties schuwt. En het gaat om belangen van werkers. Het gaat om de zaken die zich voordoen binnen ons onderwijs, want het gaat niet goed met ons onderwijs. En wij proberen samen met de minister te werken naar een oplossing. Maar als de minister een weigerachtige houding steeds heeft gedemonstreerd om in overleg te treden, dan hebben we geen enkele keuze om die weg op te gaan. Het liefst zouden we gewoon aan tafel willen communiceren met de minister en werken naar een oplossing. We hebben brieven geschreven naar de minister van Onderwijs. En dat heeft tot op heden hebben we geen enkele reactie van de minister gehad. We hebben afspraken gemaakt over overleg. Of in ieder geval de minister heeft zelf afspraken met ons gemaakt voor overleg. En zonder enige aanleiding is dat gesprek geen voortgang gehad. Ja. Dus als we kijken naar wat er zich voltrekt binnen het onderwijs en ook de zaken waarop de mensen aanspraak maken. Een van de zaken is onder andere de TWK, waar de leerkrachten gewoon aanspraak op maken. Ja. Daarnaast hebben we ook aangegeven dat de aanpassing van het loon van de ambtenaren, waarbij er extra 25% is vergund aan de ambtenaren, wij van oordeel zijn dat de leerkrachten ook in aanmerking moeten komen voor die 25% loonsverhoging. Maar en het derde punt is dat, zoals u dat misschien weet of niet weet, heeft de regering op een bepaald moment de permanente educatietoelage van de leerkrachten afgepakt. En wij zijn van oordeel dat de mensen hun voorziening terug moeten krijgen. Hiervoor hebben ze jaren gestreden. En we zijn van oordeel dat deze zaak onder meer gehonoreerd moet worden. Maar waar het ook om gaat, dus behalve dat financiële gedeelte, voltrekken zich ook een aantal dingen binnen het ministerie, of laten we zeggen naar leerkrachten toe. Er wordt een mutatiebeleid gevoerd, waarbij leerkrachten op een verschrikkelijke manier worden geïntimideerd. En eigenlijk het enige wat de mensen kunnen zeggen is, alleen maar slikken. En er wordt helemaal niet geluid. Mensen hebben jaren gewerkt op een school. Die worden van de ene op de andere dag gemuteerd zonder enige aanleiding. En wanneer de mensen zich aanmelden en vragen voor uitweg, het enige wat ze zeggen, ja, het komt van hoger hand. Dus we zijn verplicht om dat uit te voeren. Dus nou, maar meneer Valies, we horen dat u zaken aanhaalt, waarmee we dus al bekend waren, mutatiebeleid. Ja. Maar als u het heeft over die TWK. En niet alleen mutatiebeleid. Ja, dus ik weet het. Als u het heeft over die TWK en die 25% loonsverhoging, vallen die niet binnen FISO en is BVL als niet uit FISO gestapt? Ja, we zijn uit FISO gestapt. En dat is gebeurd, of tenminste op aandringen van de regering. Omdat als we dat niet zouden hebben gedaan, dat die herwaardering niet zou doorgaan. Dus we zijn uit FISO gestapt en de uitvoering van zeg maar die herwaardering heeft dus, is dus aangevangen in 2017. En wat is dan het gevolg geweest? Dus we waren niet meer in FISO. Ja. En we weten ook dat als er een aanpassing plaatsvindt van het loon binnen FISO, ja, voor welke groep dan ook, dat het consequentie heeft voor de rest van de werkers of van de rest van de landsdienaren. En dat zou je sowieso, zou de regering verplicht zijn om een aanpassing te plegen naar alle ambtenaren. Dus de mensen zijn uit FISO gestapt en dus daarvoor was er geen aanleiding voor de rest
om te zeggen dat ze hetzelfde wilden hebben voor de ambtenaren. Dus het is nou, nu de regering, niet de regering die dat honoreert, de regering die dat honoreert, laat me dat ding duidelijk stellen. De regering, ondanks het feit dat we niet in FISO waren, of niet in FISO zijn, hebben ze dus de eis van de CLO gehonoreerd. Dus we waren buiten FISO. En wat zegt CLO? Wat de leerkrachten hebben gehad, willen we ook. En dat hebben ze ook gehad. Mm. En dat was niet alles. Men heeft nog 25% toegevoegd aan die bezoldiging. En dus is niet dat de onderwijsgevende dubbel zullen nee, krijgen? Nee, het is niet kwijt. Nee, helemaal niet. Want wat we wel hebben is, wat er wel het geval is, die aanpassing laat zeggen, het gaat in deze om die koopkrachtversterking. De leerkrachten hebben dat gehad, ja, en dat is verwerkt in het loon. Dus voor een belangrijk deel, een groot deel van de leerkrachten, was dat de aanpassing van het loon van de leerkrachten. Ja. En een groot deel van de ambtenarij heeft dat ook gehad. Okay. Al die koopkracht die de leerkrachten hebben gehad, hebben die ambtenaren ook gehad. En maar hebben ze nog 25% erop gekregen. Ja. Dus een groot deel van de leerkrachten, vergeleken met de ambtenaren, hebben ze dus veel en veel minder gehad. En wij zeggen, nee, het is van belang dat we dat ook gaan corrigeren. Toch? Want in principe zou de overheid of zouden de ambtenaren niet in aanmerking kunnen komen voor die aanpassing zoals de leerkrachten hebben gehad. Okay. En dus wij zeggen van, nou, als de overheid daaraan voorbij gaat, dan eisen we ook hetzelfde. Goed, want u begrijpt, we zijn live nu in klopt. Het nieuws. Dus feit is, u hoeft daar geen lang antwoord op te geven. Okay. De kinderen hoeven maandag niet naar school. Ja, wij gaan zeker een beroep doen op de ouders om hun pupillen niet naar school te sturen, waardoor we geen toestanden kunnen krijgen op de scholen, omdat de leerkrachten aanstaande maandag niet naar school zullen gaan. Dank u wel. Al dus de voorzitter van de BVL Als, Wilgo Valies, die niet te spreken is over de houding van onderwijsminister Lilian Ferrier. Onze nieuwsdienst heeft geprobeerd de minister telefonisch te spreken, maar het is ons jammer genoeg niet gelukt.